Twee pinnen! Oh. Twee pinnen, oma. Hou hem recht. Twee pinnen. Ho. En nu de ander nog. Nee! Knol Power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben lekker met familie in Assen. En ik loop hier met mijn twee broers. Het is Milan, het is Shen. En wij gaan dus even de stad in van Assen. Dit vroeg ik mij laatst af en hier krijg ik nu het antwoord. Want er staat hier, de slagboom gaat al omhoog en u heeft het kaartje nog in de hand. Misschien kunnen jullie het herinneren, toen ik in Amsterdam was laatst, had ik inderdaad iets van 20 nog wat. En in Amsterdam parkeren is het heel erg duur. Betaald voor een ticket. En toen kwam ik daar, ging de slagboom omhoog. Maar wat zei je, Milan? Dan registreert hij het kenteken en dan gaat hij gewoon daardoor omhoog. Nou, als je erin komt, dan scant hij je kenteken en met het kaartje wat je krijgt. Ja. En dan als je betaalt, dan weet het systeem, oh oké, dit kenteken mag vrijgaan, want dan scant hij hem opnieuw. Oh. Mag je weer naar huis. What? Ja, super chill, dan hoef je raampje niet meer naar beneden te doen. Ja. Oké. Okay. Ik er doorheen. Ja, nice. Nou, dan weten we dat ook weer. Dus het is niet zo dat je voor niets hebt betaald als het poortje omhoog gaat. Shen. Vind je ook dat Milan een hele mooie broek aan heeft? Ja. Milan die is... Mag ik het even uitleggen? Nee, je mag het niet uitleggen. Ik zwemmen. Maar we gingen niet zwemmen, we gaan naar de stad. Ah, ja. We zijn verkeerd. Ja. We zijn verkeerd gereden, ja, dat is niet leuk. Het grap is erover. Echt vervelend. Ja, Shen die zit Milan eten te pesten, want Milan die had geen kleding meer bij zich. Dus die had alleen nog maar een zwembroek. Maar het is een beetje te fanatiek, want het is wel mooi weer, maar niet zo mooi weer voor een zwembroek. Ja. Dus we zijn nu even in de winkel, we gaan nu even een lange broek voor Milan halen. Nee, een korte broek. Oh, wel een korte broek? Ah, oké. Okay. Ja, het is mooi weer, maar het is niet zo mooi weer. Moet ik een lange broek hebben dan? Ja, ik zou het wel doen. Het is best fris, de zon schijnt, maar... Weet je, een lange broek heb je langer wat aan. Nou, Milan is bezig met een broek te vinden, maar het is nogal moeilijk. Want de verkoper die vraagt aan Milan, wat voor broek wil je hebben? En Milan zegt, ik wil een broek, maar het mag niet van spijker zijn. Hey, mensen, wil jij ook een broek? Ja, ik wil ook een broek, want de tweede is 50%, begreep ik. Ja, of moet je een spijker? Ik wil een pak even een hamer ook. Het draait te ver door nu. We moeten stoppen. Het is allemaal gelukt. Het was wel zo net een heel ongemakkelijk momentje, want ik deed het gordijn opzij. En toen zat er iemand anders dan Milan en Shen in het paszakje. Het was gewoon een wild vreemde, dus het was echt super ongemakkelijk. Oh, ik deed het gordijn opzij en ik zag iemand anders daar staan in zijn onderbroek. En het was echt zo van, oké, dat is niet Milan of Shen. Ik kwam er snel achter. Ja, ik kwam ook heel snel achter. Maar het is gelukt. We hebben allemaal een nieuwe broek, dus geslaagd en ook nog 50% korting. Ja, super chill. Het gaat echt de goede kant op. We zijn lekker bezig met z'n drieën. Ja, ik heb deze nu aan. Ik vind deze echt super chill. Oh. Kijk of een tapehaar ik heb, man. Nee, willen we niet zien. Nee. Ik heb geen tapehaar, dus ik kan het wel gewoon zo filmen. Hoe staat hij? Goed, hieronder zit alleen een sixpack. Ja, ziet er tof uit. Ja, vind ik ook. Deze heb jij ook? Ja, ik ga die nu aanpassen. Let maar op hoe ik dat ga doen, ja? 1, 2. Kijk eens eventjes. Tadaa, zijn we tweeling? Zijn we toch nog tweeling? Hé, hey, ik vind hem wel super top. Ja, dope. Oké. Okay. Hier mogen we niet meer terugkomen. Dit heb ik nou ook altijd en ik ben blij om te zien dat iemand anders het ook een keertje heeft. Het is een broek met een gat bij je knie en dan trek je de broek aan. Hier is het goed gegaan en hier is het gewoon kut. Ja, dat is gewoon niet goed gegaan daar zo. Overnieuw. En dan moet je weer heel moeilijk zo doen. Je voeten erheen? Ja, lekker hoor. Hoppakee. Moet mee of moet het terug? Nou, nu nog even kijken of je goed zit. Oké. Ja. Ik heb goed. Oh. Dit kan echt niet, jongens. Dit kan echt niet. Even voor het tunnel. Kom, snel. Rennen. Het alarm gaat af. Ja, maar bij deze? Ik heb geen idee waar het is. Die is niks. Nee, dat is het niet. Dat is het. Ik was hem eens vergeten. Kijk. Ja hoor, Milan. Ik zei nog zo tegen Milan, hou je nou in! Sorry. Doet hij weer niet, hè. Neemt hij weer wat mee. Ja hoor, Shen die heeft weer een nieuw dope nummer gefixt.
En die heeft hij even met ons gedeeld. Super tof. Altijd handig zo'n broertje die alles voor je deelt. Wacht even, je vergeet hem ook. Ja, echt super leuk dat je mee was, Jen. Ja, echt heel fijn. Nee joh, gekheid. We hebben wel echt super toffe dingen met z'n drieën gekocht. Het was echt ontzettend gezellig in de stad. Maar nu gaan we even lekker naar mama en naar opa, oma en Gert. En dan gaan we even lekker met z'n allen wat family time hebben. Gezellig bij elkaar. Het is nog mooi weer ook. Ik wist helemaal niet dat het mooi weer zou worden. Dus dat maakt het allemaal wat mooier. Oma, doe jij mee? Nou, ik doe wel mee. Ja, oma doet mee. Shen, jij doet mee? Doe mee. Mama ook mee? Yes. Oké, ik doe ook mee. We gaan namelijk een leuk spelletje doen. Je hebt hier een helm en in dat blauwe zit water. En die rode staven die moet je eruit halen. Maar we gaan wel gebruik maken van dit bordje. En je moet dus aan dit bordje moet je draaien. Nou, ik zal even een voorbeeld geven. Je draait aan dit bordje. Nou, dan kom je hierop. Wat is dat blauwe? Daar staat, oh, skip turn. Dus dan hoef je niet een beurt te doen. Mag je een beurt overslaan. Nou, dan ga je weer... Skip turn, moet je nagaan. Ik draai gewoon twee keer op skip turn. Dan ga je nog een keer. Is hier dansles? Nou, pull één pin. Dan moet je dus één zo'n rode pin eruit halen. En één van deze pinnen, als je die eruit haalt, dan gaat al dat water wat in deze bak zit, valt zo op je hoofd. Opa, doe je mee? Nee, ik ben gek. Milan, doe jij mee? Ja, tuurlijk. Oké, nou leuk. Oma doet ook mee. Nou, oma, mag jij als eerst? En wat moet ik doen? Moet je zitten op die stoel daar? Letten jullie op, mam en Shen, of gaan jullie blijven dansen? Ja, we gaan nu ontsteld. Nou, dan mag je deze opdoen. Oh, er zit een wesp bij me. Oh! Oh, oh, oh! Nee, ik word helemaal nat. Nee, nee, dat komt goed, oma, dat komt goed. Oké. Nu. Oké, nu hier aan draaien. Oh, je moet één pin. Hey, nee, niet vals spelen, oma. Je moet eentje eruit trekken. Eentje, eentje, hè? Eentje. Hoe moet dat? Gaat trekken? Nee, dat wil niet. Als het goed is, werkt dat. Ah! Wat gebeurt er? Nat! Oh. 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 Ja. Hoe kan het nou nat zijn dan? Ja. Hoe zie je? Er zit veel water in gedaan. Denk ik. Ik denk het ook, ja. Er zit te veel water in. Ik krijg hem er ook niet uit. Oh, zo. Oh ja, je hebt hem eruit. Kijk, dan hoort er niks te gebeuren. Nou, kijk eens, ba. Ja, nou, bedankt dat je onze proefkonijn wilde zijn, nou, oma. Oma, die heeft het als eerste geprobeerd. Nou, ik heb er wat nieuw water in gedaan. En deze keer is Shen aan de beurt. Oh ja, hoort eigenlijk andersom. Maar nu heb je de pet zoals ik hem ook altijd heb. Dus dat is wel cool, ja. Ja, een paar keer draaien inderdaad. Mooi. Mag je nu hier aan draaien? Waar kom je op? Oh, je moet één pin eruit trekken. Gebeurt niks. Oh, lekker hoor. Ja, nu is Milan aan de beurt. Dan gaan we met z'n drieën, ja? Ja, doe je ook mee, mam? Ja, maar ik ga dat wel redden. Ik ga dat wel redden, zegt mam. Oké, nou, dan gaan we met z'n vieren. Nou, gaan we zitten, Milan. Oh, bijna. Twee pinnen! Twee pins. Oi, 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 Milan. Deze is goed, denk ik. Hey! Hey! Ik ben al een beetje bang. En ja, de kans wordt steeds groter dat je de verkeerde eruit trekt natuurlijk. Deze. Let op, dit is helemaal goed. Oh shit, die wil niet. Dan is dat hem niet, denk ik. Maar ik ga er toch voor. Deze. Ja. Yeah. Ah! Ja hoor! En ik zei het nog, hè, dat hij pas zat. Wat een stom spel. Lijkt wel alsof ik... Waarom is het nu al? Waarom is het nu al? Shen doet altijd van alles te veel. Ja, hij zit helemaal tot het topje gevuld. Gaan we draaien. Eén pin. Oké. Nee! Nee! Nee, de eerste hoe, al! Hoe kan dat? Hoe kan dat? De eerste al! Nee, joh! De allereerste die ik uittrek! Jongen, jongen. Kijk, ja, je kan hier aan de onderkant kan je dus zien welke het is. Dus met dat witte lijntje, dat is hem. Nou, dat is precies dus deze. Jongen, jongen. Daar moet je ook af en toe draaien. Nou, mam, jij bent aan de beurt. Oh, ja. Nou, gaan we eens even kijken of mama... Oh, dit... hij drupt al. Ja, hij drupt al een klein beetje. Ja. Die klittenband is voor je veiligheid. Ah, het loopt op mijn rug. Oké, snel draaien.
1 pin. Oké. Okay. Oh! Of je rug. Nou, moet ik draaien? Oh, ik dit. Ja. Nee. Goed. Overleefd. Ja, overleefd. Je hebt ze overleefd. En nu? Wat nu? Man, nu Shen. Glitterband en ga met die handel. Spinnen. Ja, 1 pin. Ja. Oh. Tadaa. Nou, de liefste oma ter wereld heeft plaatsgenomen op de stoel. Snel draaien. 2 pinnen. Oh. 2 pinnen, oma. Hou hem recht. 2 pinnen. Ho. En nu de ander nog. Ja. High five. Oh, hoe is het mogelijk? En okay. Nou... Snel en, wel. En dan Milan weer. Ja, nu is Milan weer. Hè? Huh? Ja. Hoezo? Ja, ja, Milan, jij bent weer. Ja, maar dan heb ik hem weer hoor. Oh, er zijn nog maar 4 pinnen over, mensen. Ja, maar ik weet zeker dat ik hem weer heb. Pool 1 pin en spin again. Hij moet 1 pin eruit halen en weer spenden. Ja. Nee, dat klopt niet. Er zit gewoon een fout in het spel. Oh, dit is hem weer. Ja, dat... Nee, dit is hem weer. Dit is hem weer! Waarom heb ik dit soort dingen gewoon? Het is hem niet! Het is hem niet! Nee, het is hem niet! Oh! Rush! Dan moet je weer spinnen. Oké. Okay. Nee, nee, nee! Was op de rand! Was op de rand! Nee, nee, nee! Was op de rand! Pool 1! Nee, dat was op de rand! Hij was spin again! Nee, 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 nee! Hij moet de 1 uittrekken en dan nog een keer! Nee, dat is niet waar. Hoeveel zitten er nog? 3! Echt? Ja. Oh ja, hier. Oh nee, welke is het dan? Welke moet ik doen, Sjen? Deze? De linker voor jou. Deze? Ja. Nee. Nee. Als dat hem is, dan stop ik helemaal in elkaar. Ah! Ah, kom hier! Kom hier! Hou je de trap! Kom hier mee, jongen. Verdomme. Moet je kijken wat ik heb, Sjen. Dit is echt geniaal. Ga jij het doen of ga ik het doen? Deze doe je op je hand en dan geef je een high five met iemand en schiet er een partypopper af. Oh, dat wil ik wel doen hoor. Ja, ga je dat doen met mama? Ja. Dan moet je tegen mama zeggen, ja we gaan dit spel spelen, kom op mam, high five. En dan geeft ze een high five, want jou vertrouwt ze wel. En bij mij weet ze ondertussen, ik maak alleen maar grapjes met haar. Pas op hoor, Maxima is... Ah. Ja, Maxima is agressief. Ja, oh. Allemaal Maxima. Loop maar snel door. Mam, high five. Ah, wat is dat? Wat is dat nou even geks? Ja, dan dankjewel. Pak de stofzuiger. Pak de stofzuiger maar. Wij spelen. Ja, dan gaat die volgende. Ze hoesten de hele tijd door mijn intro. Okay. Sorry, nog een. We spelen het spelletje gebaren. En je kan dan kiezen uit een spreekwoord of gezegde, een film, een tv, een lied, een boek of een radio. Dat zijn dus 6 categorieën waar je uit kan kiezen. Ik kies 1 van deze uit. Die moet ik uitbeelden. En die moeten de medespelers raden. Als je hem raadt, dan verdien je de kaart en degene met de meeste kaarten die wint. Milan die heeft in de tussentijd de meeste kaarten gewonnen. Dus die is hier heel erg goed in. Maar nu ga ik eentje doen en dat is een tv-programma. Nou, hoe ik dat ga uitbeelden? Als eerste zeg je hoeveel woorden. Nou, het heeft... 2. Ja. 2 lettergrepen. 2 woorden, 2 lettergrepen. Kijken. Zoeken. Zoeken. Op zoek. Zoek. Zochten. Zoektocht. Zocht. De zoektocht. Zocht. Gooien, werpen. Zocht, gooien. Ver. Vergezocht. Verzocht. Opsporing verzocht. Verzocht. Ja! Oh! Opsporing verzocht. Dat is een opsporing verzocht. En dit is spannend, want Milan heeft de meeste, maar daarna Ger. Dus het is heel spannend. Heel goed uitgebeeld. Zo gaat het. Dankjewel, Ger. Oh, wat een slijm al. Heel goed uitgebeeld. A few moments later. Het is radio. Oké? Okay. Ja. 2 woorden. Eerste woord. Planken. Oké. Vrijen.
Vrij. Vrije. Vrije geluiden. Ja. Wat? Ja, Jezus. Jeetje. Ja. Ik heb ontzettend veel gelachen. Het was echt een hele leuke dag met mijn familie. En ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk ook niet even te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur gaat ook weer heel erg leuk worden. Daar heb ik heel veel zin in. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.